It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we nog één keer een potje gun game op de map Express natuurlijk. Wat ik al vorige keer heb uitgelegd omdat ik niet zoveel tijd heb. Maar we gaan natuurlijk gewoon weer proberen dit gun game potje te winnen. En laten we ons even onze beast mode aanzetten. En ja, let's go. 3, 2, 1. Oké, we zijn ingespannen met de B3 en natuurlijk. De spannendste op deze map zijn... Mwah. Je kan hier niet heel erg in spawn trappen. Oeh, hier heb ik geluk hoor. Hij komt achter me aan. Oh my god, wat? Hoeveel kogels had je zo beter in het rare? Fuck my life, echt waar. Ik kan echt beter quitten gewoon. Let's go. Voor mij, nee, dat is dus niet zo. Dat klopt dus niet wat ik zei. Ik hoorde hem klimmen. Kom maar. Holy shit. Het was even intens. Oh my god, ik dacht dat hij nog een kaas had. Dus dat was mijn eigen fout. Ik had daar niet in moeten rennen. Dan had ik het waarschijnlijk wel overleefd. Ik sta wel eerst met 3 kills. Ja, dan ga je nooit redden. Misschien een star zoals, maar niet met die wapens. Jij ook niet. Jij ook niet. Jij ook niet. Nu weer die kutsniper en ik word genijfd. Wauw, jongen. Ik heb bijna geturnd nog ook. Het is wel irritant. Ik doe het ook wel eens hoor, knife runnen, maar... Eerst jouw killen, sorry maat. En dan jou. Oeh, die was eigenlijk best wel lekker eigenlijk. Ja, na 3 keer scheepsrecht. Waarom verdwijnt die fucking kogel als je schiet, jongen? Dat vind ik zo irritant, hè? Dat is toch ook gewoon niet realistisch? Als je een kogel doet realistisch wil maken dan. Ja, en die moest... Oh, hij is nog dood. Huh? Sinds wanneer ga je dood als je in een crossbowkogel loopt? Ik wist niet dat het altijd al was. Maar het ziet eruit dat we dit potje ook gewoon gaan winnen. Ja, dat hebben we gedaan. Holy shit, we hebben best wel weer een snel gun game potje. Dus mocht je natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan als jullie je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt me natuurlijk maar enorm. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien bij een van de volgende video's weer. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.